Hallo kameeltjes van de gebraden gehaktete de kameel. Welkom bij een gloednieuwe video. Hoi. Ik ben mooi, hè? Heel mooi. Ja. Wij gaan vandaag iets leuks doen. Wij gaan reageren op merchandise van Thomas! Ik heb de video gezien en ik vind ze nu al geweldig. Zullen we eerst de video kijken? Ja. Oké, hopelijk. Thomas, we love you. Claim ons niet. Oké, kijk. Voor als jullie het opvalt, dit is trouwens dezelfde scène als we zaterdag in hebben gelivestreamd. Jee. Ik was te lui. Ik was te lui om te editen. Maar de scène is ook gewoon leuk. Oké, open YouTube. YouTube. Oké, please. Open. Oké, kom op. Er gebeurt al iets. Oh, hij opent het op dit beeldscherm. Oké, hij opent het nu 100.000 keer. Voor als jullie denken, Joost, je computer is traag. Klopt! Helemaal mee eens. Hij was ooit snel. Maar nu niet meer. Kom op. Ga naar dit beeldscherm. Kijk, jullie zien Denise. Oh my gosh, Denise. Kijk, en een edit van Davy. En ja, kijk. Hier naast mijn muis zien jullie een edit van Davy. En hier zien jullie volgens Davy. Oké, ja, hij doet het. Oké, ga naar dit beeldscherm. Oké, en dan gaan we YouTube openen. Oh my gosh. Oké. En dan gewoon Thomas. Want wij moeten de merchandise beoordelen. Oh my gosh. Oké. Oké. Wacht, we moeten hem even. We moeten hem eigenlijk even door de luidspreker zetten. Oké, we zetten dit geluid uit. Dan zetten we hem door de luidspreker. Even kijken of je het dan hoort, hoor. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. Ja, dan hoor je het. Oké. Ja. Nou, daar gaan we dan. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van heel knap. En ik kan je vertellen, ik heb echt heel erg... Hij is echt zo mooi. Kunnen we zo hem op uit? Ik heb echt mega veel zin om deze video op te nemen, want oh my God. In deze video ga ik iets laten zien aan jullie. En vooral om te willen, waar ik echt al dagen, weken, maanden mee bezig ben. Jij ook al zo aan het fangirlen? Yup, wij zijn... Ja, oh my God, wacht, we laten het even zien. Kijk, wij zitten allebei echt een beetje... Wij kunnen niet stilzitten, zeg maar. Wij zijn aan het fangirlen. Want wij houden van Thomas. Ik ben er echt zo ontzettend blij mee, want het is nu eindelijk af. Oké, voordat ik ga beginnen... Oké, zo wat ga ik ook doen. Echt helemaal. Yup. Yep. Wij zijn echt aan het fangirlen. Ik hou van krentenbollen en Nutella. Ik ook. Denk ik. Ik niet. Ik vond het niet lekker. Oh my God, love that shit. Dit is echt alles gewoon. Love it. Zo. So, love dit shirt. Echt. Love I like alles. It. I like it. Love I Thomas. Like. Love dit shirt. Love. Love naar de merchandise. Ja, love naar de merchandise. Inderdaad, mijn logo op een zwart shirt. Een heel fijn en heel chill shirt. En dit betekent ook inderdaad maar één ding. Zoals jullie al in de reacties zeiden. Hou je vast. Oh, ik klikte per ongeluk. Wat zou het zijn? Gewoon Thomas merchandise! Wij hebben deze video waarschijnlijk echt al bijna 100 keer gezien, zeg maar. Nee hoor, het valt niet op. Thomas merchandise! Ja jongens, eindelijk is het er. En jullie kunnen het nu al online bestellen op www.thomas.nl. En Joost had het al eerder ontdekt, ja, hè? Ik dacht gewoon, ik ga gewoon kijken voordat de video online is. Of www.thomas.nl op mijn site is. En ik kon echt al een uur eerder, had ik het gezien. Oh my gosh. Maar ja, ik heb het niet geappt. Sorry Davy, het spijt me. Vergeef me. Hou van me. Ik ga nooit meer weg. Okay. Online is het vast denken, Thomas, dit is een heel vet shirt, maar is het serieus het enige shirt? Nee jongens, er is echt nog veel en veel en veel meer. Oké, wat gaat hij nu zeggen? Ik weet ook niet meer, geld. Ik dacht even dat hij erna het stuk kwam dat hij het ging laten zien. In deze video. Ik heb hier namelijk een doos. Een doos? Wat zou erin zitten? Wat zou erin zitten? Hier zitten de merchandise in! Ik heb zelf nog niet het definitieve resultaat
Ik heb een kriebel, jongens, help! Ik ben dus heel erg benieuwd hoe het dus uiteindelijk allemaal geworden is. Ik hou van merchandise. Ik ook. Jongens, dit is echt heel vet. Maar het... Oké, wacht even. Oh my god, love it. Ik heb niet één gewoon Thomas merchandise collectie ontworpen, maar twee gewoon Thomas merchandise collectie. Oh my god! Een collectie waar je het logo ziet op verschillende manieren. Ik heb een kriebel, jongens. Maar er is ook nog een collectie wat allemaal met mij te maken heeft. Zoals How Do You en zo. En die is ook echt heel erg tof geworden. Ik hou echt van die collectie. Ik ook. En vooral van de tweede. Yup. Ik ga jullie nu allereerst de eerste collectie laten zien met alle logo's erop. Dames en heren, jongens en meisjes, ik presenteer jullie de allereerste Gewoon Thomas merchandise. Oké, waar wordt het eerste shot? Op een... Stijger. Stijger heet dat, ja. En dan allemaal met water. En dan komt hij helemaal naar voren toe gelopen. Wij zijn echt fangirls. Wij weten het gewoon uit ons hoofd. Kijk dan! Oh, hij is toch zo knap. Ja, hij is echt mooi. Love it so. Oh, kijk dan. Die duckface. Ik hou ervan. Ja, ik hou er echt van. Love it. Dat was dus de allereerste collectie. Ik mis hem nu al, de collectie. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het even in reacties weten. Je hebt inderdaad het shirt met het kleurenlogo. So love it so much. Het zwart-witte shirt. En ik heb dan natuurlijk dit shirt nog met mijn hoofd erop. Oh my god. Staat, heb ik ook op de achterkant love mijn logo. Hier staat namelijk ook nog... Oh my god, love it so. I like it. En dat betekent dat het allemaal wat kouder wordt buiten. Dus ik heb ook voor gezorgd dat er hoodies te koop zijn met dezelfde... Die ga ik sowieso kopen. Ik moet die hebben. Ik ook. Maar goed, ik vertel jullie al, ik heb niet één collectie ontworpen, maar er zijn twee collecties. Deze collectie heeft iets te maken meer met hoe, ja, wie ik ben als persoon, wat ik allemaal zeg en hoe ik die andere mensen noem. Het zit hier in de doos, maar ook hier heb ik heel leuke dingen gemaakt. Okay. Dus kijk maar even mee. Oh, ik wou zeggen, waar komt het eerste beeld? Maar ik was net te laat. Hij staat in de Stay Firmless stand. Yup. Oh my god, Stay Firmless. Altijd. Yup. Dit is echt al meteen mijn lievelings. B. Ja, ik vind die die merk gewoon Thomas het leukste. En nou doei. Maar ik hou echt van het woord. Is it you are a B. Oh, hij is Oké, moet ik hebben. Dit is echt... Dit stuk is echt grappig. Oké, wat denken jullie dat hij gaat zien? Hij gaat Nutella zien. En volgens mij pakt hij er toch 8. Volgens mij uit mijn hoofd pakt hij er 8. Ik heb 1. Ook een editor. Ja, hij pakt er 8. Want hij had er al 6. Ja. En hij pakt er nog 2 bij. Ik hou ook echt van dit muziekje. Dat was hem. Nee. Het is inderdaad gelukt. Er is een How Do You shirt. Oh, die How Do You wil ik ook heel graag. Ik ook zo graag. Love it so much. Zeg jij ook soms van How Do? Nee, ik zeg meestal Stay Firmless. Maar ik zeg wel vaak How Do. How Do? Ik, op een of andere manier zeg ik wel vaak hallo, maar nooit How Do. Oh, ik zeg altijd How Do. Oh my god. Op een shirt. Ik ben gek op chocoladepasta. Ik ook. Ik soort van. Je shirt. En het ook nog oh my god. Jij houdt meer van gepraat act. Ja. Helemaal gekoppeld aan mij en mijn YouTube kanaal. En als allerlaatste, jullie zagen het al, het B-shirt. Oh, die moet oh my ik god. Hebben. Yep. Ik wou... Ik wou op mijn armleuning leunen, maar mijn armleuning is afgebroken. Ik, was echt heel ongemakkelijk. Wou ik even jullie vertellen. Ik hou van Ros. Ik ook. Love Ros gewoon. Ik vind eigenlijk dat kleding op een juiste en goede manier wordt gemaakt. Want yep, ik ook. Komt kinderarbeid ja, pas, ik ook. Dat vind ik echt goed. Ja, ik ook. Heel goed. Ik wil dat mijn kleding op een juiste en eerlijke manier werd gemaakt. Er zit een labeltje in de shirts wat vertelt dat deze kleding op een eerlijke manier oh is my god. Gemaakt. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Het is een klein dingetje wat ik maar eventjes bij wil vertellen. Zoals ik op het begin al zei, heel de collectie staat al online op www.thomas.nl. Love die site. En die site gaan we dadelijk bekijken. Dat wel.
En speciaal voor deze lancering vond ik het leuk om tot en met 29 november een actie te doen. Als je deze actiecode gebruikt, Krentenbol 15, dan krijg je 15%. Doe het allemaal. Oh my god. Hoeveel is het nu? Weet ik niet. Want ik ga namelijk 5 items van deze collectie weggeven aan je 25. Maak gewoon een 26. Dan kunnen jullie hem niet meer gebruiken. Nee, kijkers. Jammer. Ja. Deze week kans op één van de 5 items. Zo jammer. Merchandise. Nou ja, het hoge woord is er nu uit. Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe nogmaals een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zou zeggen, hou doei. Stay fabulous. Doei doei. Mwah. Die vind ik ook heel leuk. Jup, ik ga echt janken als ik word geclaimd. Maar dan zeg ik gewoon tegen Thomas. Hey, lieve... Oh, nee. Oh, dit is het. Ja, we hebben daar geen tijd voor. Volgende video. Volgende. Misschien. In de livestream gaan we die video vast wel kijken. Oké, daar gaan we nu. Het magische moment. Jij mag het typen. Oké. Gewoon Thomas. Laatste 1. Hier. Oh, het staat er al. Oh my gosh. Gewoon bij de GE. Nee, kijk. Als je op enter drukt. Oh, wow. Wat magisch. Ja, het is magic. Lof. Deze twee, dit zijn de knappe jongens van de wereld die daar staan. Het is maar één jongen. Maar ja, mij ook. Nee, je ziet er twee. Ja, dat klopt. Je ziet er twee. Oh, ik wou weer op mijn arm leunen. Ik val weer bijna. Straks gaat mijn arm nog uit te komen door deze ding. Oké, jij mag scrollen. Oké. Okay. Oh my god. Oké, wat vind je van de How Do You trui? Ja, zo leuk. Maar ze zijn allemaal superleuk. Alleen hij moet ook net zoals Rutger ze gewoon in glitters uitbrengen. Ah, ja. Ja, dat zou zo cool zijn. Dat zou ik echt love it. En de achtergrond hier ook echt. Ja, zo coole achtergrond. Krentenbollen, lachpoppetjes, strikje. Oh my god. Ik ben echt... Ik fangirl, jongens. Ik ook. Fangirl. Wij fangirlen allebei echt extreem. Oh my gosh. Oh, echt net een edit van Thomas komt er langs. Oh ja, inderdaad. Wauw. Nou. Als je moet kiezen, welk vind jij het leukst? Ik vind deze het leukst, denk ik. Deze en deze. Die twee vind ik al echt het leukste. Deze drie vind ik het leukste. Ik weet niet, de tweede vind ik het leukst. Ik vind die B... Ja, die B... Ja, die passen minder bij mij. Ik wil ze wel sowieso. Maar ze passen net iets minder bij mij, zeg maar. Die van gewoon Thomas en met zijn hoofd erop en al. Die passen nog meer bij mij. Maar ik denk dat het ook meer voor een meisje kan zijn, als je snapt wat ik bedoel. Nee. Genderneutraal tegenwoordig, hè? Thomas... Oh, dat vind ik zelf altijd. We zijn nu twins, officieel. Nou, als je daar een video van wilt zien, dan moet je even een linkje Ja, die is gisteren online gekomen, denk ik. Ja, is gisteren online gekomen. Ja. Bij deze, die is gisteren online gekomen. Okay. Dus ja, heel leuke video was het. Oké, nou, we gaan verder kijken. Dat was het. We kunnen ons inschrijven. Voor de nieuwsbrief, jongens. Dat heb ik al gedaan, maar dat maakt niet uit. Elk zondag om 9 uur komt er weer een... Nou, weer zelfpromotie van Thomas. Oh my god. Yep, schaamteloos zelfpromotie. Maar I love it. I like it too. Wow, ik kan nog geen Engels, jongens. Nou, ik ook niet. Volgens mij zei je het goed, maar ik weet het eigenlijk niet. Nou, we zitten nu trouwens bij vrouwenkleding te kijken. Even kijken bij mannen. Oh my god. Of het daar wel anders aan is. Ja, alleen ze zijn breder, maar volgens mij hebben ze zelfs bij sommige plaatjes gewoon de vrouwenkleding. Naar mijn gevoel hebben ze bij de plaatjes de vrouwenkleding, maar dat maakt niet uit. Love it. Veel gestelde vragen, laten we daar even gaan kijken. Gratis verzending. Bestelling boven 50 euro wordt gratis in Nederland bezorgd. En bestelling boven de 75 wordt gratis in België bezorgd. Nou, jullie horen het. Oké, dan ga ik 2 truien bestellen. Oh my gosh. Oké, levertijd. Levering binnen 3 à 4 werkdagen. Oh my gosh. Dat is lang. Dat duurt lang. Dat duurt lang. Rustig maar, Joost. Ja, yes.
Oh my god, dat is maar 3 tot 4 werkdagen. Dat is fijn. Oké. Retouren. Retourneren of zoiets. Ik kan niet lezen. Oké. Ik ook niet. Een product kan binnen 14 dagen na ontvang geretourneerd worden. Dus ik denk teruggestuurd worden. Meegeleverd retourformulier. Het product mag alleen geruild worden. Dus echt worden als het product ongebruikt is. In goede staat vereerd een originele verpakking. Bij producten met een verkorting in de sales en verkort ontvang je een tegoedbon en geen geld retour. Vergeet op de retourformulier niet uw rekeningnummer in te vullen. Wij kunnen dan uw terugbetaling in orde maken binnen 14 dagen. Let op, deze terugbetaling wordt voldaan vanuit Limitless. BV. Ja. Retourverzendingen zijn voor eigen rekening en risico voor de koper. Dit houdt de niet aansprakelijk. Project BV niet aansprakelijk is voor de beschadiging of zoekraak van retour gezonden artikelen. Oké, dat is in. Ruilen. Een product kan binnen 14 dagen na ontvangst geruild worden met een meegeleverde retourformulier. Het product mag alleen geruild worden als het product ongebruikt is. In goede staat vereert de originele verpakking. Oh my god. Oké. Dit hadden wij echt gewoon niet hoeven te weten. Dit is het minst leuke van de site. Maar nu weten jullie het ook allemaal, kijkers. Maar er staat hier het product ongebruikt is. Dus als het te groot is, dan zou je het niet kunnen terugsturen, omdat het dan al gebruikt is, als jullie snappen wat ik bedoel. Ja. Als hij te klein is, ja. Ik denk, want ik had hem ook aangehad, omdat hij te klein was. Maar ik heb wel mijn geld terug gehad. Had je hem al besteld? Nee, mijn virtual try. Oh. En dus denk via dezelfde mensen ga ik vanuit, want ja. Alles is wel een beetje hetzelfde, dus ja. We kunnen ook meteen op de nieuwe Rutger uitzichtje. Nee, dat gaan we de volgende video doen. Dus, kameeltjes, jij mag op die toets drukken, de 9. Ja. Oh! We zijn terug. Oh my gosh. Wacht, ik moet even... Oh, wacht, dat kan niet. Nee. Dan gaan we weer even terug. Volg allemaal mij! Rutmas fanaccount. Jullie zien het hieronder staan, onder die edit. En daarboven boven die pijl, daar zien jullie edits van mij. Oh my god, allemaal edits. En daaronder mij zien jullie weer een pijl naar beneden. Dat zijn allemaal edits van Davy. En dan zien jullie ook haar account. En dan gaan we nu grote beeld zetten. En dan ga ik zeggen. Vergeet niet te abonneren. En like deze video. En volg Davy. Haar fan account. Ze heeft echt. Oh my god. Ik wou weer op die stomme leuning gaan hangen. Echt. Ik haat dit ding. Dit is een vloek gewoon. Een vloek. Hoor je dat? Een vloek. Zou het geen glittervloek zijn? Oh my gosh. Maar vergeet niet te abonneren en like deze video. Volg me op Twitter en Instagram.